En hallo mensen! Welkom bij Minecraft Survival, aflevering 6. Ik ben even in de mijn geweest, na vorige aflevering. Nou ja, en ik heb 1 diamond gewonnen. Die zat toevallig in een kist daar. En ik heb 8 melon seeds. Dus wat gaan wij deze aflevering doen? We gaan proberen een pumpkin en melon farm te maken. En ik heb ook melon seeds gevonden. Ik heb 20 gold erbij. Dat is ook heel mooi. En 14 iron. Dus iron zit wel goed. En ik heb ook wat redstone. Dus we kunnen alvast een beginnetje maken hier met de mijn. Dichtmaken. Dus ik dump even mijn iron en mijn coal hierin. En dan gaan wij eens even kijken. Want zo ziet dit er nu een beetje uit. Ik vind het er al best vet uitzien. Moet ik eerlijk toegeven. Dus ik pak even dit bloemetje hier zo. En die zet het daarin. Ik dacht dat ik ook nog ergens een rode had. Of die had ik in de mijn weggegooid. Dat kan ook. Dus we gaan even een rood bloemetje zoeken nu. Gaan we eens even kijken of hier al iets gegroeid is. Oh ja, ik had hier nog wat hout liggen. Even op zoek naar een rood bloemetje hoor. Is zo gedaan. Dan wil ik eigenlijk proberen of we al iets van leer kunnen krijgen of zo. Van koeien die we toevallig tegenkomen. Want ik wil eigenlijk wel al wat leer hebben zodat ik iets van een item frame kan maken. Nou, rode bloemetjes, kom op. Waar vind je rode bloemetjes? That's the question. Ik heb wel pannen, maar daar heb ik niks aan. Ik ga nog wel eens een keer trouwens, voor de mensen die zich afvragen, ik ga nog wel eens een keer een mushroom farm maken hoor. Het is echt niet zo dat ik ze echt gewoon niet ga halen. Volgens mij heb ik zelfs een mushroom. Nee, heb ik niet. Laat maar. Nou. Waar zijn die rode bloemetjes nou? Ik kan ze echt niet vinden. Ik heb wel een heleboel gele, maar ik wil geen gele. Wel rood. Wel, rood is mooi. Ik zie wel varkens, maar daar heb ik ook vrij weinig aan. Ik heb geen wortels. Dus ik kan ze niet eens lokken. Hoe kun je aan wortels komen door zombies te vermoorden of een village vinden? Ik zie wel koeien, dus ik ga even die koeien even slachten. Bam, dat zijn 2 leer. Kom hier. Koe. Dood. Goed zo. Dat zijn 4 leer. Dat was 0 leer. En daar. Dat is 6 leer. Mooi zo. Nou, hebben we in ieder geval al de helft van de kisten kunnen we labelen. Ja, ik zie een rood bloemetje. Snel erheen. Oh, kijk eens, hier zijn vast wel rode bloemetjes, joh. Nou, hier niet. Maar uiteindelijk zijn die best wel rode bloemetjes. Alleen ik kan ze niet oppakken. Voedsel. Heb ik toch even niks aan nu. Goed. Nou, vet. Maar ik vind die basis van mij vind ik er al best vet uitzien, trouwens. Tenminste, nou ja, ik moet nog even wat paadjes aanleggen. Maar uiteindelijk, het komt er wel. Het wordt steeds beter. Dat idee heb ik in ieder geval. Maar we zijn al redelijk op weg. Ik bedoel, we hebben al redelijk wat spul. En we hebben een storage room. Dus op zich, we hebben de basis hebben we al. Gewoon, dus we zouden
binnenkort kunnen upgraden naar Easy toe. En dat wil ik zelf eigenlijk ook wel. Dus uiteindelijk... Want ik heb nu... Ik ga zo meteen even wat iron armor maken. Want ik heb redelijk wat iron in mijn furnace zitten at the moment. Dus... Wacht even hoor. Ik zet even mijn tweet deck uit. En ik zet mijn Skype even op niet storen. Dan is ik altijd gestoord en dat vind ik niet leuk. Want mijn tweet deck die geeft berichtjes. En die berichtjes die kunnen soms best vervelend zijn. De wheat is ook helemaal niet gegroeid. Zeg, klein koetje, wat doe je er? Wat doe jij er buiten? Dood. Zo. Heb ik nog wheat? Ja, ik heb nog wheat. Dus gaan we even wat koeien breeden. Oh, ze willen niet. Laat dan maar. Item frames. En iron. En dan gooi je even de gold erin. Dan ga ik even kijken of ik iets van armor kan maken. In ieder geval een chestplate. En leggings. Ja. En dan zo. Precies genoeg. Mooi zo. Nu wil ik even iets uitproberen. Want ik heb dat... verschillende mensen zien doen. Gewoon. Oh nice, dat werkt gewoon. Gewoon rechter muisknop erop klikken. Dan werkt het. Oh, dat is al vet. Dus waarschijnlijk met een nieuwe update is dat gekomen. En dat had ik nog niet door. Ik dacht dat het een bepaalde plugin was. Want ik zag het op een aantal servers. Zo. Nu hebben we het eerste al. Ja. Ik denk dat ik zo meteen even ga kijken of Optifine al uit is. Dan heb ik een beetje stabielere FPS en kan ik misschien even iets meer Minecraft wat mooier eruit laten zien. Sowieso met Optifine heb je connected textures hier zo. Dat is sowieso al mooier. En dan, ja, is gewoon wat vetter. Even zien, wat ga ik nu nog doen? Offscreen ga ik nog even kijken of ik wat meer koeien kan vinden, zodat ik wat meer leer kan halen. En dan ga ik ook even de boel sorteren. Dus elke kist krijgt dan even een bepaald iets. Oh ja, dat bloemetje. Ook gaan doen offscreen is even wat meer iron zoeken, zodat ik mijn armor kan aanvullen. Sommige mensen geloven niet dat ik het allemaal legit doe. Nou ja, dan niet. En even zien, wat gaan wij dan... nog meer doen? Ik weet niet. Nee, serieus, ik weet het echt niet. Het is echt allemaal gewoon... ja. Ik weet echt niet wat we moeten gaan doen, joh. Want de meeste dingen wil ik even offscreen doen. En ik hoop dat jullie dat begrijpen, want het is meestal heel saai om even te kijken. Want ik heb nu ook geen iron meer, zodat ik dit kan doen. Maar, nou ja, het komt wel. Ik ga alvast even 4 furnaces maken. Bam, precies 4. Oh, wacht, nu heb ik 1 te veel. Lol. Want ik wil het zo doen. Krijg ik dan nog terug? Nee, jammer. Oké, dan hebben we een furnace te veel. Ook wil ik nog even 1 bloempotje hebben die we hierop kunnen zetten. En daar zetten we dan een mooie sapling in. Ik vind het best mooi. Gewoon bloempotjes die je erop kan zetten. Want dat vind ik best epic. Oh. Zo, slapen. Ik maak gewoon nog 4. 1, 2, 3, 4. Zo.
Sommige mensen vragen zich af hoe ik dat doe. Shift in indrukken en dan klikken. En dan zetten wij hier sapling. Sapling. Nou, geen sapling. Kunnen we hier even bloemetjes hebben. Gewoon echt bloemetjes. Onze gold is klaar. Nice. 5 XP hebben wij. Super vet. Ja, nog een geel bloemetje. Nog een geel bloemetje. Nog een rood bloemetje. Nog een rood bloemetje. Hoe lang kan deze nog mee? 1. Wel plus 3 attack damage. Deze plus 4 en deze plus 6. Oké. Ja, gaan wij nog iets doen? Want voor het meeste heb ik even iron en redstone nodig. Voor de farms. Want die wil ik direct eigenlijk automatisch hebben. Wat ik nog wel even ga doen is ik ga even wat... hier even een mooi paadje aanleggen hier zo. Dat is wel super vet. Dus... Ik pak even de bloemetjes erbij. Ga ik dan even erin doen. Rood, rood. Geel, geel. Zo. Dan ga ik even snel een paadje aanleggen. Van 3 breed. En hier ook 3 breed. Zo. En dan komen hier komen van die slabs. Oké, dat was onze shovel. Zo. Ik vind eigenlijk dat we hier nog wel zo mogen. En deze ook. Zo. Heb je wat breder. En dan ga je hier helemaal langs. Zo, er komen hier weer slabs te liggen. Zo, is bijna klaar. Tadaan. Deze doen we nog even zo. En dan moet dit nog even. Zo. Ik weet niet. Deze gaat weg. En deze gaat weg. En ik kom daar nog een deur te liggen dan. Zo. We doen het anders. Dit gaat weg. En dit gaat weg. Zo, dit ziet er beter uit, vind ik. Er komen hier nog slabs te liggen, hoor. Dus, als het goed is, krijg je... 6 per keer. Ja, nice. En we hebben precies genoeg eerst. Bam. En dit ook.
Deze nu wordt nog even snel gravel. Nou, dit ziet er toch tof uit zo. En uiteindelijk wordt het nog helemaal uitgebreid daar naar haven toe. Dus dat is wel tof. Hey jongens, ik ga hierbij afsluiten. Geef even een like. Abonneer even op mij. En deel even met je vrienden. Volgende aflevering gaan wij even kijken of wij de de mijn dicht kunnen maken. En of wij een farm kunnen maken van pumpkins en melons. En misschien ook een sugarcane farm. Maar ik denk dat we één farm per aflevering gaan doen. Omdat die farms redelijk veel tijd kosten om uiteindelijk te maken qua redstone en zo. Dus ik ga een heleboel redstone zoeken. Een heleboel iron. En dan ga ik even kijken of ik Optifine kan installeren. Ik ga even wat koeien slachten zodat ik dit hier af kan maken. Ik ga even in creative kijken of ik een... hoe ik dit allemaal ga inrichten. Nou ja. Bedankt voor het kijken dus. Laat even een like achter. En abonneer even op mij. Zou ik super vet vinden. Deel met je vrienden. Zodat zij ook even mij kunnen zien. Als je dit een vette video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dat is volgende week. En dan hoop ik dat ik Optifine heb. Dus tot later.